op de rug, door het tillen, geef ik de antwoorden van de opdrachten uit deel 1. Daarnaast leg ik de hernia nucleus pulposus uit. Kun je je de wip met de olifant en het muisje nog herinneren? De vraag was of de wip door deze twee beesten in evenwicht kon worden gehouden. Ja, dat kan, wanneer het links- en rechtsdraaiend moment aan elkaar gelijk zijn. In dit geval zal de lastarm aan de kant van de muis erg lang moeten zijn. Even voor de goede orde het volgende, anders krijg ik geheid commentaar van natuurkundigen. Een moment geeft in de natuurkunde aan hoe gemakkelijk iets kan draaien. Een moment, aangegeven met hoofdletter M, is afhankelijk van de kracht en de loodrechte afstand van de werklijn van de kracht tot het draaipunt. Dit wordt arm genoemd. In formule schrijven we dan M is F maal L. De F staat eigenlijk voor force en de L voor lastarm. De eenheid van kracht is in newtons. De eenheid van arm is in meters. Dus is de eenheid van het moment de newtonmeter. Bij de uitwerkingen van de opgave ga ik de centimeters niet in meters en de kilogrammen ook niet in newtons omzetten. Dit maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld. Goed, hier komt de uitwerking van de eerste opdracht. Met rechte knieën en een voorovergebogen houding een last van 15 kilogram optillen, vraagt de volgende kracht van de rugspieren. Er zijn in deze situatie twee linksdraaiende momenten en één rechtsdraaiend moment. Links van het draaipunt is het moment van de last 15 maal 50 en van hoofd, armen en romp 50 maal 20, dat gelijk moet zijn aan de kracht van de rugspieren op 4 centimeter van het draaipunt. De kracht die de rugspieren moeten leveren is 437,5 kilo, oftewel 4375 newton. Deze drie krachten drukken samen op de laatste tussenwervelschijf L5S1. Samen zorgen ze dus voor 15 plus 50 plus 437,5 kilo is 502,5 kilo of 5025 newton. Per vierkante centimeter is dit 502,5 gedeeld door 7,5 is 67 kilogram per vierkante centimeter. Wanneer een gewicht van 15 kilo op de juiste wijze wordt opgetild, dan zullen de beide lastarmen van het links draaiend moment kleiner zijn en daardoor is het totale krachtmoment links ook kleiner. Het totale krachtmoment links is 15 maal 15 plus 50 maal 10 moet gelijk zijn aan de spierkracht maal 5. Dit is de armlengte tot het draaipunt. 725 is gelijk aan de spierkracht maal 5, dus de spierkracht is 145 kilo en dat is 1450 newton. Het is hopelijk duidelijk dat de totale belasting op de discus van L5S1 bestaat uit de last van 15 kilo, het gewicht van hoofd, armen en romp van 50 kilo en de kracht die de rugspieren moeten leveren om de last op te kunnen tillen van 145 kilo, in totaal 210 kilo, ofwel 2100 newton. De conclusie. Het tillen met de wervelkolom in de natuurlijke stand is ongeveer 5 maal minder belastend per vierkante centimeter. Met een gebogen rug is dat 67 kilogram per vierkante centimeter en met een rechte rug 14 kilogram per vierkante centimeter. Daarbij komt dat de tussenwervelschijven, met name in het lendengebied, behoorlijk onder druk komen te staan. De lendenwervels nemen door de verkeerde tiltechniek ten opzichte van elkaar in wigvorm aan.
Bij een te zware belasting kan de kern van de tussenwervelschijf naar achteren worden gedrukt. Er komen scheurtjes in de bindweefselring. Wanneer de kern van de discus door de bindweefselring schiet en op een zenuw drukt, spreken we van een rughernia of een HNP. Een HNP is de afkorting van hernia nucleus pulposus en is een scheur in de bindweefselring waardoor de kern naar achteren schiet en op een zenuw drukt. Er is meestal pijn in de onderrug die via de bil uitstraalt naar een been. Soms loopt de pijn door in de voet. Er kan sprake zijn van krachtsverlies en een doof gevoel in het been. Plasproblemen, verlangensverschijnselen en gevoelstoornissen kunnen door een sterke beklemming ook optreden. In 75% van de gevallen gaan de rughernia's vanzelf over. Dus wordt er eerst 6 weken gewacht op spontaan herstel. Blijven de klachten, dan wordt er binnen 6 maanden geopereerd. Bij ernstige uitval van zenuwen of sluitspieren wordt altijd tot een operatie besloten. Denk dus om je rug, want het is beter voorkomen dan genezen. Dit is het einde van deze video.